De radiooorlog tussen de popzenders is vandaag losgebarsten. Nederlands populairste DJ Edwin Evers, afkomstig van de publieke popzender Radio 3, presenteerde vanmorgen zijn eerste ochtendshow achter de microfoon van het commerciële Radio 538. De commerciële jongerenzender werpt alles in de strijd om zoveel mogelijk luisteraars weg te halen bij de publieke jongerenzender Radio 3. In de ochtendspits is Radio 3FM marktleider. Tot nu toe tenminste. Na de overstap van Evers is het aan Rob Stenders, Fred Siebelink en Big Brother Bart om dat zo te houden. Ik heb het gevoel dat ik aan het invallen ben. Ik heb geen zin om op te staan. Een straat verderop zit Edwin Evers met zijn oude succesformule in de studio van 538. Hij hoopt zijn oude luisteraars mee te nemen. Ik hoop dat er veel mensen mee zullen gaan van de mensen die we daar hadden als luisteraars. We maken hier in principe een soortgelijke programma, dus ik hoop dat het net zo succesvol zal worden. Radio 538 heeft niet de landelijke dekking van 3FM, maar denkt marktaandeel van de publieke zender te kunnen afpakken. Ik denk dat we een heel eind gaan komen met Edwin. En wat dat betreft zijn de verwachtingen best wel hoog gespannen, maar je moet ook realistisch blijven vanwege die dekking. Ik denk dat als we uitkomen op ongeveer 2/3 van het cijfer van wat Radio 3 op dit moment heeft, dan ben ik al dik tevreden. Maar de luisteraars weten vaak niet eens wat ze op hebben staan. Sterker nog... Ik ken hem niet. Nooit van gehoord. Ja, van 3FM of zo, toch? Zal dit dan moeten zijn, toch, of niet? Liever Sky Radio. Ik luister gewoon naar de muziek en als de muziek niet goed is, dan zet ik hem op een andere zender. 3FM hoeft dus niet bang te zijn voor het weglopen van luisteraars en adverteerders. Want de overstap van Evers naar de commerciële radio laat deze luisteraars koud. Wat hij uiteraard zelf weet. Ik vind het een beetje raar. Volgens mij heeft hij veel minder luisteraars nou. Maar ja, nou, meer geld waarschijnlijk. Dus, Ze zeggen dat je het voor het geld hebt gedaan. Ja, dat zegt iedereen. Daar zeg ik niks over. Over geld. Dat gezeur steeds, joh. Gaat toch eens op. Oké, prettige maandag. Oké, fade out.